Amsterdam nog niet. Mevrouw Fanny Blankers-Koen, die in gezelschap reist van de bijna volledige damesatletiekploeg, moet in Hoek van Holland toch voet aan wal zetten. En dat gaat ook al niet zonder oponthoud. Nou, ik heb het reuze leuk gehad. Ik ben reuze blij dat ik thuis ben. En ik weet niet even meer te vertellen, want ik zie zoveel mensen omheen, ik word verlegen. Welke van de 4 overwinningen heeft u eigenlijk de meeste voldoening gegeven? Ja, de 400 en de 80 meter horde. Ja? Ja, dat zijn beide. 80 meter horde was natuurlijk wel erg moeilijk. Ja, een beetje, juist daarom is die zo leuk. In gezelschap van Jan Blankers en van de andere leden van de damesatletiekploeg gaat het nu naar de douane, die onder deze bijzondere omstandigheden gelukkig zeer soepel is. Maar dienst is dienst. En wie goud wil invoeren, moet het eerst aangeven. Op het station is een afzetting van militairen en gemeentepolitie nodig om de opdringende massa in bedwang te houden. Maar in Londen is Fanny Blankers-Koen al wat aan publieke belangstelling gewend geraakt. Van de ontvangst in Amsterdam had ze zich dus ook wel iets voorgesteld. Maar deze ontvangst op het stationsplein maakt dat toch even stil. De rit naar het Damrak overtreft alles wat ze tot nu toe heeft meegemaakt. In Wembley moest ze door een agent naar de kleedkamer worden gebracht, omdat ze anders niet door de mensenmassa heen kwam. In Amsterdam zijn motorpolitie en bereden agenten nodig om haar een weg te banen. Op het Damrak, nee, maar dat is fantastisch. Het verkeer is volkomen geblokkeerd. Een eindeloze ovatie moet Fanny Blankers over zich heen laten gaan. En de man die als haar trainer toch ook een aandeel in het grote succes van zijn vrouw heeft gehad, zit er zo bescheiden bij alsof het hem helemaal niet aangaat. Nu komt de Dam. De Dam die de intochten van Montgomery, van Eisenhower en van Churchill heeft gezien. Maar dit nog niet. De Damstraat doet vandaag aan Wall Street denken met zijn confettiregen. In het stadhuis wacht burgemeester Dailly zijn beurt af om de deelnemers te huldigen. Mevrouw, het verheugt ons zeer dat u een stadgenoot zijt. Dat wij in de gelegenheid zijn u weer in de hoofdstad geluk te wensen met het werkelijk buitengewone resultaat dat u gehaald hebt. Het gemeentebestuur heeft daarom gedacht op welke wijze ze u nog kon eren. Gouden medailles, daar geeft u niets meer om, neem ik op. De keus viel op het gedenkboek voor het regeringsjubileum. Mag u dit boek hierbij overhandigen, in de hoop dat u daar stellig veel plezier van zult hebben en het nog dikwijls zult doorbladen. Mevrouw. Ik dank u allemaal voor de hartelijke ontvangst die ik hier gehad heb en ondervonden heb dan. En ook voor het mooie boek. Ik sta gewoon perplex. Ik weet niks meer te zeggen. Na de huldiging gaat het huis toe via de overtoom die op het laatste ogenblik is schoongeveegd om een snellere deurtocht mogelijk te maken. De Haarlemmermeerstraat is dichtgespoeld met mensen. De buurtbewoners zijn in de menigte verdronken, voor zover ze niet naar de daken zijn gevlucht. Het huis van de familie Blankers is door hen versierd en geïllumineerd. De ploeggenoten gaan, hartelijk toegejuicht, alvast naar binnen. Maar Fanny Blankers-Koen mag nog niet weg. De mensen die hier urenlang hebben staan wachten, zijn nog niet uitgewuifd en uitgezongen. Over de hoofden van het publiek heen bereikt haar het geschenk van de buurt, een fiets. Ze heeft nu lang genoeg hard moeten lopen, vinden de buren. Niemand heeft kunnen vermoeden dat Amsterdam in staat zou zijn tot zo'n verbijsterende demonstratie. Maar het ontstellend enthousiasme heeft mevrouw Blankers-Koen niet van de wijs gebracht. Ze blijft erbij dat er te veel ophef van haar sportieve prestaties wordt gemaakt. En met zo'n opmerking toont ze dat ze meer is dan alleen 's werelds snelste vrouw.